toen ik kind was, droomde ik altijd dat ik de stethoscoop en de witte jas van de arts draag en in mijn eigen praktijk werk. Ik kom uit Syrië, waar ik mijn middelbare school heb afgerond en was ik helemaal voorbereid om een universitaire studie te gaan volgen. Maar toen moest ik naar Turkije vluchten, waar ik ook de middelbare school moest opnieuw doen. Daarna moest ik naar Nederland vluchten. De diploma uit Turkije werkt helaas niet in Nederland, dus moest ik nog de middelbare school voor de derde keer opnieuw doen. Maar dat kon niet, omdat ik boven 18 ben. Daarom ging ik de voorbereidend jaar doen aan de Universiteit van Tilburg, om te voorbereiden op het studie geneeskunde. Als vluchteling word je door mensen onderschat, want jij kan de taal in de eerste plaats niet goed beheersen. Mensen zeiden dat ik verpleegkundige opleiding moet gaan studeren, MBO niveau. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde een arts worden. Koste wat het kost, moest ik het doen. Mensen die zeggen dat geneeskunde een heel moeilijke studie is en dat het veel tijd kost en dat het een selectie heeft, dat er grote boeken moeten bestudeerd worden. Mensen geloofden niet dat ik WO-studie kan volgen. En dat doet me heel erg pijn. Als een student die je voorbereidt op geneeskunde, moet je echt hard werken. Maar als je nog vluchteling bent, dan moet je nog heel erg harder werken. En dat is wat ik doe. Ik heb ook andere dingen behalve mijn studie gedaan. Veel online cursussen over geneeskundevakken, dus anatomie en fysiologie. In Veghel loop ik stage bij mijn huisarts in het medisch huis. In de eerste dag ging ik vooral de witte jas en de stethoscoop dragen en ging ik patiënten behandelen. Op dat moment wist ik dat ik voor geneeskunde ben geboren. Voor vluchtelingen en studenten wil ik heel graag zeggen, gebruik alle mogelijkheden die je hebt om verder te kunnen studeren. Als je in een ander land bent, dat betekent niet dat mensen jou mogen onderschatten. Laat zien dat je het kan en ga verder studeren, want je kan het.